Ik denk dat we er achterin op oren landen en dat is een teken aan de wand. En als je in oren trainingslocatie is, ja, is gewoon dat het in oren land eigenlijk volle beter is. En dat is een schande. En ik vind net dat dat als skaatsland, waar wij altijd denken dat we voorop rennen, dat we voorop met de bloemen rennen. Dit zei Sven Konamer in 2008. Intussen is er heel wat praat, maar is er nog heel iets niet gebeurd. Duidelijk is wel dat er wat gebeuren mat, want het Jordaanse Tialf is daar staan gewoon antiek. Er liggen drie scenario's. Renovatie van het bestaande IJsstadion, nijbouw op het Jordaanse plak of nijbouw bij Sportstad Jereveen. De laatste optie is dagelijk ook de duurste, 120 miljoen euro. De KNSB begreep de politieke en financiële zwierigheden, maar zet nou een deadline. Puur vanuit de KNSB en vanuit het topsportbelang moet er vanaf 2014 een nieuwe hal zijn. In de aanloop naar Sochi 2014, maar dan al heel snel daarna begint de aanloop naar 2018. En voor je het weet zit je dan nog maar 3 of 2 jaar voor de Olympische Spelen. En dan moeten we absoluut de snelste baan van de wereld kunnen trainen. Intussen zit men in de rest van het land net stil. Gemeenteraadsleden in Den Haag zochten kans om haar een uithof uit te bouwen naar een ultramodern IJsstadion. En hiermee zou de takkomst van Tialf met alle internationale wedstrijden mogelijk in gevaar komen. De provincie is liever net benauwd dat de KNSB een oren thuishaven ziekert. Ik denk dat die oren IJsstadion dat wel willen, dan moeten ze dat maar proberen. Ik denk dat wat wij hier in Heerenveen een unieke traditie hebben, wij hebben hier een uniek plak. Want het gaat net alleen om het IJsstadion, het gaat ook om die hele infrastructuur daaromheen. Hè. De vrijwilligers, skaatstraining, een nieuw stadion met deze status kan alleen maar in Heerenveen komen. De stuurgroep van een nieuw Tialf komt toe 3 weken met een businessplan. Mij daarin een advies over een nieuw of vernieuwd Tialf. Nevens deputaire Konst valt begin takken hier een definitief besluit. Dan moet ik de financiering van het nieuwe IJsstadion roemwezen.